Yes, het gevoel van een nieuwe tandenborstel. Yoga teacher training, dag 18 alweer. We zijn net klaar met de ochtendmeditatie en dat was super chill. Ben je oké, Roberto? No. Ik ga nu weer aan de houdingen beginnen. Mijn heupijn is trouwens bijna helemaal weg. Awesome. Ik heb weer een vlog geëdit. Tralala, lalala. Op naar de middagsessie. Oh, ik moet weer les gaan geven. Ik had net al een supergoeie meditatie. Wist je dat je meditatie eigenlijk ook heel makkelijk met alles kan doen wat je doet? Letterlijk als je loopt. Elke paar stappen adem in. Adem uit. Focus je op je ademhaling. Als je aan het typen bent op je werk, focus je op wat je aan het typen bent. Voel echt dat je die toetsen aan het aanraken bent. Put your thumb and your index finger against each other. Oh. Inhale through your left nostril, 4 seconds. Hold, 60 seconds. And exhale through your right nostril, 8 seconds. Whenever you're ready, come to stand in that position in front of your mat. We're going to do 6 rounds of sun salutations. Inhale. Exhale, palms in front of the chest. Inhale, stretch back, arch back. Exhale, bend forward. Inhale, right leg back, knee to the ground, toes flat. Look up. Hold it, other leg back. Exhale, chest to the ground, forehead to the ground. Inhale, stretch your back, look up. Exhale, hips to the sky, time to touch your forehead to the ground. Inhale, right leg forward, left knee back, toes flat, look up. Exhale, join the other foot. Inhale, stretch back, arch back. Exhale, palms in front of your chest, drop it down. Yeah, het is weer gelukt. Ik had er eerlijk gezegd niet zoveel zin in. Ik vind het ook heel leuk om gewoon met de les mee te doen. Maar het ging wel goed. Alleen de zonnegroetjes, de sun salutations. Daarbij moet ik nog echt heel veel nadenken over, ook omdat je het in het Engels doet, denk ik. Over hoe je de volgende stap vertelt. Ik weet wel wat de volgende stap is, maar dan moet je hem nog vertellen. Dus dat. En dan moet je ook nog stellen van hoeveel set je zou hebben gedaan met links en rechts. En of het nu links of rechts is en blablabla. Maar goed, anyways. Dat komt allemaal wel. Ik ben tevreden. Altijd als je zijn naam roept, dan gaat ze start dus kwispelen. En dan, hup, meteen het pootje omhoog. Hé, Lassie. Zie je? Kijk dan. Hé, Lassie. Daar zit je cutie. Oh, ja. Hij gaat helemaal op zijn rug. Lassie. Oeh, iemand had bij de comments super lief gecomment. Dit zou je werk moeten zijn, de hele wereld overreizen en daar vlogs van maken voor ons. Bij deze, ik ga een wens weer de universe insturen. Dit is namelijk mijn grootste droom. Ik zou echt, echt dolgraag vlogs voor jullie willen blijven maken van over de hele wereld. En ja, gewoon nog zoveel meer avonturen met jullie willen beleven. Het lijkt me echt heel tof als het voor 2016 lukt om met een bedrijf samen te werken, waardoor we gewoon, ja, nog veel meer van de wereld kunnen zien. Wie weet wordt het misschien helemaal niks, maar ik merkte met de Indian Wedding dat het toch best wel goed werkt om zulke dingen hardop uit te spreken. Dus bij deze, my biggest dream. Ik ga morgen dus ook een vlog voor het eerst in het Engels uitproberen. We hebben het al eerder over gehad. Laten we gewoon kijken hoe het werkt. Wow. How do you feel? That's so funny. Dankjewel voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. Welterusten en tot morgen.